We zijn bij het Nationaal Symposium Woningcorporaties. Het evenement waar Toet Corporatieland aanwezig is. En we gaan vandaag aanvallen op de thema's die voor u, voor mij, voor ons allemaal van belang zijn. Gaat u mee? Ik doe al jaren dit evenement. Het is een vaste waarde in deze business. We hebben een goede naamsbekendheid in de corporatiesector met dit evenement. De samenwerking met Edis en het ministerie is natuurlijk wel iets wat veel deelnemers trekt. En dat is denk ik een van de redenen, het sterke programma en de samenwerking met de branche en het ministerie, dat wij elk jaar een leuke opkomst mogen verwelkomen. Ik heb geprobeerd toe te lichten wat er met de nieuwe woningwet gaat gebeuren en wat dat betekent voor corporaties. En wat gaat het precies betekenen voor die corporaties? Nou, wat ik heb geprobeerd samen te vatten is met twee kernbegrippen. Zorg dat je de zaak goed op orde hebt en dat werkt ook door de manier waarop je je toezicht organiseert. En twee, maak gebruik van de brede opdracht die corporaties hebben. Dus zowel voor wonen als voor woonomgeving oplossingen te krijgen. Wat haalt u vooral uit het verhaal van Frequent van zojuist? Ik denk dat het ministerie erbij gebaat is om nou eens een keer heel duidelijk te gaan worden. En dat zijn ze tot nu toe nog steeds niet. Er blijven veel te veel vragen boven hangen. Vragen over de algemene maatregelen van bestuur, die ontwijkt die op een fantastische manier. Maar dat is natuurlijk wel de kern waar het straks om gaat draaien. Niet om die herziene woningwet. De lange termijn, daar gaat het om. En dat vind ik ook heel belangrijk, dat we juist naar de lange termijn kijken en niet steeds 4 jaar vooruit. Maar gewoon wat op lange termijn belangrijk is voor de woningmarkt in Nederland. Meneer Balkende, welkom bij het Nationaal Symposium Woningcorporaties. U heeft net een betoog gehouden over governance. Wat is de essentie van uw verhaal? De essentie is dat wanneer we het hebben over governance, dan praten we over het bestuur. Wie maakt een besluit? Wie maakt de strategie? En wie houdt toezicht? Dat heeft te maken met wie is verantwoordelijk voor wat in corporatieland. Ik zelf vind dat zowel bestuur als toezichthouder zich bewust moeten zijn van de tijd waarin we leven, de keuzes die gemaakt moeten worden. En ik heb pleidooi gevoerd om dat denken op een hoger plan te brengen. Ik heb hier ook gezegd van scenario denken kan daarbij helpen. Omdat je dat het besef geeft van er zijn meerdere uitkomsten mogelijk, er zijn meerdere varianten mogelijk in de toekomst. En wat is dan jouw positiebepaling? En daarin hebben corporaties een grote rol te spelen. Wat gaat de huurder beter worden? De huurder van de alliantie of de koper van de alliantie van wat je hier vandaag opsteekt? Nou ja, kijk, als we vol blijven houden dat corporaties er zijn voor de wijken en juist voor de mensen in die wijken om het wonen en het woongenot en leefbaarheid positief te beïnvloeden en wij dat voortdurend blijven roepen als argument om afspraken met die overheid of met de lokale overheid te kunnen maken, dan zijn we denk ik wel op de goede manier bezig. Dus uiteindelijk moet die huurder, die mensen in die wijken moeten merken dat dit voor hen wat gaat opleveren. We staan hier bij een huurder. Wanneer woon jij prettig? Ik denk dat het heeft alles wel met het huis te maken. Op zich maakt het mij niet zo heel veel uit van wie ik huur of van wat. Of welke stichting of wie de baas is. Zolang het maar een goede locatie is en het is allemaal netjes geregeld. Het is schoon en als ik problemen heb met mijn riool of zo, dat ik dan gewoon makkelijk kan bellen. En dat wordt opgelost. Nou, ik denk dat het een belangrijke opgave voor corporaties wordt om wat dan in het jargon heet het niet-daadbezit, om dat op de kapitaalmarkt te gaan financieren. Dat is de uitdaging waar corporaties voor staan. Ik zie het niet als een probleem. Ik zie het vooral als iets wat opgelost moet worden en waar denk ik de corporaties schouders onder kunnen zetten. Vandaag in het panel over financiering. Wat wordt jouw belangrijkste punt? Ik denk dat mijn belangrijkste punt wordt dat wij als corporaties eigenlijk een omslag moeten maken in denken en doen. Financiering was vanzelfsprekend en is het in de toekomst niet meer. En dat betekent denk ik ook dat je investeringen veel meer integraal moet beoordelen. En dus ook kwantitatieve aspecten zoals financierbaarheid en betaalbaarheid daarin moet meenemen. En dat zijn we eigenlijk niet van oudsher niet zo gewend.